Welke Battle Royale game is eigenlijk beter? Is het Fortnite of is het PlayerUnknown's Battlegrounds? En hoewel daar de meningen over verschillen, kunnen we wel stellen dat PlayerUnknown's Battlegrounds, oftewel PUBG, het genre Battle Royale op de kaart heeft gezet in 2017. En ook bij de redactie van Gamersnet hebben we deze game inmiddels honderden uren gespeeld. Maar hoe kom je eigenlijk goed beslagen ten ijs in deze game? Wij geven jullie een aantal tips hoe je het meeste haalt uit PlayerUnknown's Battlegrounds. Een van de mooiste aspecten van PlayerUnknown's Battlegrounds is natuurlijk het gebruik van audio. Geluid is enorm belangrijk in de game. En dat betekent ook dat je een goede headset nodig hebt om het spel te spelen. Tenminste, dat is wel het beste. Want jij hoort altijd waar de tegenstanders zich bevinden. Sta je in een huis, hoor je geluid achter je, hoor je mensen op straat aankomen lopen of hoor je ze aankomen rijden in een auto. Alles is van belang, zolang je maar goed blijft luisteren. Waar is de tegenstander? De eerste belangrijke beslissing die je moet nemen bij het betreden van de wereld van PUBG is natuurlijk: waar land je? Kies je ervoor om te landen in een grote stad of kies je juist voor een rustig dorpje? Beide hebben voor- en nadelen. Ga je voor de grote stad, dan is de kans namelijk enorm groot dat daar heel veel mensen zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook weer heel veel wapens te vinden. Kun je dus goed schieten en heb je een beetje zelfvertrouwen? Kies dan vooral voor de stad. Wil je het lang volhouden en ben je in je uppie, dan is het misschien wel slim om juist voor een klein dorpje te kiezen. Natuurlijk vind je wat minder wapens, maar de kans dat je direct veel tegenstanders tegenkomt is heel erg klein. Kies dus de perfecte spot voor de perfecte strategie. We kennen allemaal het bekende spreekwoord: stilstand is achteruitgang. En dat geldt natuurlijk ook voor PlayerUnknown's Battlegrounds. Want blijf bewegen, dat is het credo. Als je stilstaat, dan kan er altijd een sniper rifle van ver in de bergen op jou gericht zijn. En kun je altijd onverwacht in een ambush lopen. Blijf bewegen, altijd, overal. Zelfs als je loot aan het pakken bent. Want hoe meer je beweegt, hoe kleiner de kans is dat je wordt doodgeschoten. Een van de leukste spelelementen in elke Battle Royale game is natuurlijk het verkleinen van de cirkel. Want dit zorgt ervoor dat je uiteindelijk met de mensen die over zijn op één klein stukje belandt. En dan wordt het natuurlijk spannend. Maar het is wel de bedoeling dat je deze cirkel in de gaten houdt. Want het is mij meermaals gebeurd dat ik lekker aan het looten was. Ik had de perfecte gear, ik had eigenlijk het perfecte tenue. En dan bleek dat de cirkel weg was en dat ik moest rennen voor mijn leven. Kortom, hou altijd de cirkel in de gaten als je niet voor verrassingen wil komen te staan. Een goed potje PlayerUnknown's Battlegrounds valt of staat met een goed potje gear. Oftewel, ga op zoek naar de beste gear mogelijk. En als je met meerdere mensen speelt, doe dat ook als een team. Verzamel ook mods voor je teamgenoten, zodat iedereen zo snel mogelijk de beste gear heeft. Daarvoor moet je wel een beetje in de gaten houden en een beetje leren wat voor mods bij wat voor wapens passen. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan weet jij precies wat jouw perfecte gear setup is. Ga je voor shotguns, ga je voor assault rifles, ga je voor sniper rifles. Het maakt niet uit wat je wilt hebben, als je maar zorgt dat het goed gemod is. Snelheid is vaak van het grootste belang in PlayerUnknown's Battlegrounds. Of je nou moet vluchten voor een grote groep tegenstanders of voor de steeds kleiner wordende cirkel. We hebben een hele makkelijke tip voor je. Je rent sneller zonder wapens. En je rent ook sneller als je een pistool hebt ten opzichte van een machinegeweer. Wees dus altijd je ervan bewust dat je makkelijker kunt rennen met een pistool in je hand dan met je volledige gear. En dat kan maar net het verschil zijn tussen leven en dood en of je die cover vindt of niet. Dit waren onze 6 tips voor PlayerUnknown's Battlegrounds. Volg ze op en leer iets meer over het spel. Je komt goed beslagen ten ijs in de game. Dit was een nieuwe tips en tricks video bij Gamersnet. Mocht je zelf meer tips en tricks willen weten over een andere game, laat ons vooral weten waar we het over hebben. En wie weet bespreken we binnenkort wel jouw favoriete game. Bedankt voor het kijken en tot snel.